Het aantal reizigers op Eindhoven Airport dat besmet is met het coronavirus neemt fors toe. In de afgelopen 2 weken is het aantal bijna verviervoudigd. En dat is volgens de GGD zorgwekkend. Zorgen uiteraard, want het is toch niet niks, COVID-19. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat mensen zich kunnen laten testen. Als ze zich laten testen, dan uiteraard alleen maar klachten. En dat zorgt er ook voor dat wij snel actie kunnen ondernemen daarop. Om alles goed in kaart te brengen is de GGD een bron- en contactonderzoek gestart. Zodat ze kunnen achterhalen met wie de besmette patiënten in aanraking zijn geweest. Ja, in het begin is het natuurlijk wel even lastig geweest, want wij moesten alle passagierslijsten opvragen. Inmiddels zijn we zo geroutineerd dat we binnen enkele uren de passagierslijsten al hebben en vervolgens snel met elkaar aan de slag kunnen gaan. We gaan natuurlijk in eerste instantie kijken waar heeft die persoon precies gezeten in het vliegtuig. We kijken 2 stoelen ervoor, ernaast en erachter. Die mensen worden natuurlijk ook benaderd. Kijken of ze klachten hebben, hè, want zonder klachten dan hoeft het niet, alleen met klachten. We houden die mensen natuurlijk wel in de gaten. En mensen worden ook nog eens 14 dagen gevolgd op het moment dat ze echt besmet zijn geweest. Eindhoven Airport wil niet reageren voor camera. Wel zeggen ze dat ze de nodige maatregelen treffen om verspreiding te beperken. Nou, ik zou zeggen thuis blijven. De kans blijft natuurlijk veel groter als je in het vliegtuig zit of als je thuis bent.